Dag allemaal. Ik toon jullie vandaag hoe je een lekker stoofpotje van vlees klaarmaakt met de Thermomix. We kiezen voor een stoofpotje met varkenswangetjes. Die heb ik hier op tafel al klaarstaan. Een varkenswangetje is, zoals de naam het zelf zegt, een stukje uit de wang, de wangspieren eigenlijk van het varken. Dat is een stukje vlees dat een beetje dooraderd is. En wat als je dat langzaam gaart, een hele zachte structuur gaat hebben. Eigenlijk malser gaat zijn dan het klassieke rundstoofvlees. Aan het stoofpotje gaan we nog heel wat groenten toevoegen. Ik heb hier op tafel worteltjes staan. Ik heb shallotjes en look. Dan heb ik verder een bakje champignons, Parijse champignons. Dus een 250 gram is dat. Voor de smaak tijm, laurier. En dan om de saus een lekkere smaak te geven en ook een mooie kleur te geven, hebben we tomatenpuree, tomatenconcentraat eigenlijk. Ik heb hier vleesbouillon. U mag gerust gewoon een blokje vleesbouillon nemen. Dit is nu een pasta, maar dat komt op hetzelfde neer. Ik heb grootmoeders wijze mosterd, hè, dus graanmosterd eigenlijk. Peper, zout, een beetje bloem om de saus te binden. Dan uiteraard water, een beetje witte wijn. En dan heb ik olijfolie, dat is zo dadelijk om een en ander al aan te stoven. Starten doen we met de shallot. We gaan de shallotjes in twee snijden. Ik heb hier, ja, dat zijn eigenlijk drie shallotten, maar die vallen zo altijd uit elkaar. Dus ik heb nu eigenlijk wel meer dan drie stukjes. Dan heb ik twee teentjes look. Die gaan we erin doen. En dan gaan we dit alvast even hakken. Klassiek, het hakken doe ik meestal 5 seconden op snelheid 5. Dat is zo gebeurd. En dan gaan we een beetje olijfolie toevoegen. En dan gaan we dit al eventjes aanstoven. Ik spatel dit een beetje naar beneden. Dat al onze shallot en look op de bodem liggen. Zo. Dan ga ik er 30 gram olijfolie bij doen. Dus ik ga heel eventjes de weegschaal opzetten. Zo. Voilà. Zo, ongeveer 30 gram. En dan ga ik dit eventjes aanstoven. Gedurende 4 minuten. Op 100 graden. En dan zetten we dat op snelheid 1. Zo, het aanstoven van de of de shallot en de look zit erop. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we ons toestel opnieuw instellen. En ik stel het in gedurende 4 minuten op 120 graden. En ik ga mijn mesje langs de bottenkant laten draaien, dus langs links. En dan ga ik het toestel gewoon aanzetten op snelheid 1. Dan nemen we de varkenswangetjes erbij. Ik heb die een beetje in kleinere stukjes gesneden. Je kiest zelf of dat je dat doet of niet. Ik ga het maatbekertje eraf halen. En ik ga zo rustig al die stukjes vlees in de mengbeker gooien, terwijl het mes langs de linkerkant draait. Dus mijn stukken vlees zullen wel degelijk heel blijven. En dan wordt dat vlees al een klein beetje aangestoofd. Sommige mensen verkiezen om het vlees voor ze het in de mengbeker doen, toch nog even te bakken op een vuur. Dat mag je ook doen. Ik doe dat niet. En ik ga het er onmiddellijk, de stukjes er onmiddellijk in doen. Ik vind dat ze eigenlijk prima aangestoofd worden hier in de beker.
Zo, het vlees is nu al een klein beetje aangestoofd. Wat ga ik nu doen? We willen straks een mooie gebonden stoofpot met een niet te lopende saus. Dus ik ga een beetje bloem, dat is 20 gram bloem, in mijn mengbeker doen. Zo. En dan doe ik eigenlijk net hetzelfde als daarjuist. Dus ik ga nog eens 4 minuten laten verder stoven eigenlijk. Op 120 graden. Linksomdraai. En op nummertje 1. Zo. 4 minuten, niet korter. Waarom? Ja, dan ga je een bloemsmaak in je saus hebben. Dus het is de bedoeling dat die bloem nu mooi gemengd wordt en verdeeld wordt over het vlees. Hè, en daar lang genoeg kan meestoven eigenlijk. Ondertussen ga ik hier de worteltjes in de lengte doorsnijden. Zo. En dan ga ik die gewoon in stukjes snijden. En dan gaan die zo dadelijk, wanneer dit stapje klaar is, bij het vlees. En dan snijden we die in stukjes van ongeveer 1 centimeter. Maakt nu ook niet zo heel veel uit. En de laatste. Zo, en dan mag dat er zo meteen bij. De bloem is gemengd met het vlees. Nu gaan we de worteltjes erbij doen. Die wortelstukjes mogen er allemaal in. De champignons die blijven staan. We gaan dit gedurende 45 minuten stoven. Ik heb liever dat die champignons nog een klein beetje krokant zijn. Doen we die er nu al bij, dan wordt dat een platte boel wat die champignons betreft. Dus daar gaan we nog eventjes mee wachten. Maar de rest gaat er natuurlijk wel allemaal bij. Dat betekent tijm. Ik heb hier een paar takjes tijm samengebonden. Je hoeft dat niet te doen, maar dat heeft het voordeel dat ik ze er straks ook makkelijk kan uithalen. Als u tijmtakjes samenbindt met een touwtje, is het wel van belang dat u het touwtje ook kort afknipt. Dat u daar geen halve meter touw meer aanlaat, want dan kan dat rond de messen draaien. Dus kort afknippen, dat mag erin. Ik heb laurier. Dan hebben we mosterd. Ik ga daar zo 2 lepels mosterd bij doen. Zo. Het tomatenconcentraat eigenlijk. De meeste potjes zijn zo 70 gram. Dat is wat hier ook in zit. Uiteraard, het is nu niet zo van belang, dat steekt niet op een gram of op een paar gram. Dan ga ik er een bouillonblokje, een vleesbouillonblokje, of in dit geval die vleespuree erbij doen. En dan hebben we natuurlijk ook nog vocht nodig. Ik ga ook al wat kruiden met peper en zout, maar dat kan je natuurlijk, moet je achteraf op het einde altijd eens proeven en wellicht nog bijkruiden. Zo. Ik heb hier witte wijn. Dat is 60 gram witte wijn. En dan ga ik er ongeveer 100 gram water bij doen. Dus weegschaal even opzetten. Je kan het ook op een andere manier, ik toon dat eventjes in dat maatbekertje, kan net 100 gram. Er zijn zo maataanduidingen. Als je dat bekertje helemaal vult, ja, dan heb je ook 100 gram. Zo. Dus je kan het er altijd hier eerst even in doen. En dan zou dit ongeveer 100 moeten zijn. Nog iets erbij. Zo. En dan gaan we dat gewoon in de beker bijgieten. Zo. Ik zal ook nog eens eventjes met mijn spatel een klein beetje rondroeren. Zo. Dan is dat allemaal al wat
mooi gemengd. Zo. De weegschaal mag uitgeschakeld worden. En dan ga ik gedurende... We gaan beginnen met 45 minuten. Ga ik het toestel laten verwarmen naar 100 graden. Nog altijd het mesje, dat is echt heel belangrijk bij deze bereiding, het mes langs de bottenkant laten draaien. En ik ga mijn toestel nu inschakelen op de allerlaagste snelheid. Dus het lepeltje, zodanig hè, dat het toestel rustig roert. Het roert linksom, dus onze stukjes vlees en ook hè, de groenten, de wortelen die we er hebben ingedaan, zullen mooi heel blijven en komen straks heel uit het toestel. Tegen het einde van de gaartijd ga ik ervoor zorgen dat de champignonnetjes in stukjes gesneden worden, in schijfjes gesneden worden. Of u kan die in vier of zo snijden als u grotere stukken wil hebben. En dan gaan die er ook nog eventjes bij. Dat gaan we straks tonen. Ik heb hier ondertussen de champignonnetjes gesneden. In schijfjes of in stukjes als u ze liever groot heeft, dat kiest u uiteraard zelf. Zo. Ik heb hier al een hele mooie binding. Ik probeer het te laten zien zonder dat het uit de mengbeker loopt. Maar dat is eigenlijk al een hele mooie saus waarin het vlees gegaard heeft. Wat doen we nu? We gaan nu de champignonstukjes erbij doen. Zo. En dan ga ik die... ook manueel toch nog eens heel eventjes goed wat omroeren. Anders gaan ze te veel bovenaan blijven liggen of gaan er een deel zijn die misschien toch iets minder gegaard zijn. Dus spatel dat heel eventjes om. Zo. En dan gaan we gewoon nog 5 minuutjes verder garen. Hè? Eigenlijk altijd dezelfde instelling. Behalve dan de tijd uiteraard. Dus we doen 5 minuten. Ook op 100 graden. En dan opnieuw links omdraaien. En op de traagste snelheid op het lepeltje. En die 5 minuten zijn eigenlijk echt wel voldoende om de champignonnetjes te garen. Hè. En dan gaan we proeven. Eventjes kijken of het vlees gaar is. Hè. Een stukje vlees eruit halen, eventjes snijden en eens proeven of het mals genoeg is. We kunnen dan eventueel nog een paar minuutjes bijstellen, maar ik vermoed dat het wel oké is. En dan laat ik jullie het resultaat zo meteen zien. Ja, zo. En dan gaan we eventjes proeven. Ik ga hier een stukje... Ja, ik voel eigenlijk al dat in orde is. Ja, dus dat is eigenlijk super mals. Kruiding is goed, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Maar in die vleesbouillon zit natuurlijk wel al wat zout in. Ik heb er dan apart nog peper en zout bij gedaan, maar je moet het altijd proeven. Hè? Wat gaan we dan doen? Dan ga ik het geheel gewoon eventjes in een kom gieten. Dat is misschien het moeilijkste, dat daarin gieten zonder al te veel te spatten. Zo. Zo. En dan is het uiteraard ook nog de bedoeling dat je de tijmtakjes eruit haalt. En ik zie dat mijn laurier hier ook nog ergens zit. Er zou nog ergens een tweede blad moeten in zitten, maar dat komt wel tevoorschijn als ik het ga serveren. Hè. Het is een hele mooie, smakelijke saus.
Het voordeel van dit receptje is dat u ineens eigenlijk groenten heeft. U kan er eventueel nog een aardappeltje of iets anders bij serveren of het met een stukje brood opeten. Of gewoon zo, mogelijkheden genoeg. Er zitten toch heel wat champignonnetjes in. En dan de shallot en de worteltjes, die zorgen natuurlijk ook voor een lekkere smaak. Ik laat nog eventjes mijn pot zien. Daar zit niks aangebrand of aangebakken in. U kan heel gemakkelijk uw mengbeker reinigen. En we zijn ongeveer een goed uurtje met aanstoven van de shallot en zo, iets langer. Ik denk dat we 1 uur en 5 minuten of zo bezig geweest zijn. Maar ja, eens dat alles in je beker zit, heb je ook weer de handen vrij. Je hoeft er niet meer naar te kijken en je hoeft ook geen schrik te hebben dat je pot gaat aanbranden. Als u dit recept helemaal wil bekijken, dan kan dat zoals gewoonlijk op clevercooking.be. Onder het kopje recepten, vleesgerechten, vindt u dit stoofpotje van varkenswangetjes. Wil u informatie over de TM6, overweegt u om een toestel aan te kopen, neem gerust contact met ons op. Wij verzorgen een persoonlijke demo en u gaat daar alle info krijgen over wat u met uw toestel allemaal kan doen en wat dat voor u in uw keuken kan betekenen. Hartelijk dank om te kijken en heel graag tot een volgend recept. Dag!